my gosh! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 jaar door. Ik ben er weer, trainer Steve, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we in de Pit of 50 Trials gegaan en deze aflevering gaan we dan mooi mee verder. We zijn op vloer 25, dus we hebben de helft gehad. En dan gaan we over naar de andere helft. Het enige nadeel is wel, de vijanden zijn een stuk sterker geworden. Dus dat kan nogal een beetje een probleem zijn. We hebben een jump badge hebben we ondertussen geëquipt. Waardoor dat we dus niet echt meer kunnen aanvallen. Dit gaat heel erg slecht uitpakken. We kunnen niet meer aanvallen met onze hamer. Die hebben we heel eventjes ingeleverd voor een extra attack power. Wat eigenlijk heel erg gunstig is voor heel veel vijanden. Behalve op het moment dat we nog zoveel vijanden tegenkomen die er een punt van maken. Oké, gewone guard. Oké, goed zo. Gewone guard houden we gewoon aan. Dat werkt het beste. Wij doen nog een keer een appeal, want we hebben echt de star power nodig. Jij doet nog een keer een shuttles. En dan denk ik dat we deze zeker wel in de pocket hebben. Alleen we beginnen dan toch best wel flinke damage te krijgen. Maar ja, we hebben nog een manier om HP en FP terug te krijgen. Dus die kunnen we zeker ook nog wel misbruiken op het moment dat we dus niks kunnen doen met Mario. Want ja, we kunnen nou echt weinig doen tegen spiked enemies. Vliegende spiked enemies, dat is natuurlijk een hele grote issue en dat wil je gewoon nou niet. Lucky Two! Hallo, ik vind het altijd zo leuk om op jullie kop te mogen springen. Dus, ja. Hoe is jullie dag geweest? Heb jij daar een bliksem? Nou, jullie hebben maar 5 HP. Maar jullie vliegen, dus in deze beurt kan Koeps niks doen. Maar aan de andere kant weet ik dat jij die, Ik heb liever niet die 5 damage die hij kan geven, maar ik weet dat de Shroom Badge kan gebruikt worden. En daar ben ik eigenlijk ook niet blij mee. Hier hebben we hem voor gekocht. Die had ik eigenlijk beter kunnen gebruiken net, maar dat maakt niet zo veel uit. Doet 6 damage aan iedereen. Dat is eigenlijk hetzelfde als een Earthrammer. Maar dan in itemformaat. Ja, die Voltschroom die had een heel groot probleem kunnen krijgen. Want als ze dan boven blijven vliegen, dan... Als ze boven zouden blijven vliegen, dan ja, krijgen we het probleem met die... Ja, tot, we kunnen niet op ze springen, want ze hebben dan een schokkende ervaring. En we kunnen niet raken met Koeps als ze boven blijven vliegen. Dus dat zou een heel groot probleem zijn. Dus vandaar. Hoi! Ik vind die first strike eigenlijk best wel handig dat we dat nou op zo'n manier doen. Wat ik minder enthousiast vind, dat we altijd zoveel vijanden naar tegenkomen. De bombs, 4 HP. En ze hebben een defense van 1 als ik me niet vergis. Dus het beste wat we kunnen doen is gewoon een multibounce. Zijn ze een beetje pissig. Maar daar hebben wij lak aan, want wij blazen ze gewoon allemaal op. Doink. Nou, iedereen is weer vrolijk. Onze Stargate is ondertussen weer gevuld. Dus in de volgende aflevering... Of in de volgende aflevering. De volgende battle is misschien best wel handig om heel eventjes een beetje een HP-FP refill te doen. Want ik bedoel, we zitten een beetje... Nou ja, Koep zit meer op laag HP dan ik. Want ik vind badge point belangrijker. Misschien niet echt zo slim. Maar we zitten ondertussen op vloer 30. En vloer 30 geeft ons... Zap-tap. Do damage to enemies that touch Mario in battle. Kan een hele handige decent badge zijn. Voornamelijk, het is... Total protection against fuzzies. Oké, okay, een normaal persoon die zal nu zeggen van... Misschien is het wel een heel erg slim idee om nou te zeggen van... dit is genoeg, aangezien onze damage en zo. Ik ben nu niet echt bepaald helder bezig. In ieder geval, dit zijn paarse. Paarse, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Als paarse op een rug liggen, dan zullen ze ook niks doen. Het enige waar we nou ons zorgen moeten maken... Dat is over die laatste die daar aan het vliegen is. Ik heb niet genoeg HP. Nou, we krijgen er in ieder geval decent stuff voor. En bingo! Yes! Nice! Oké, onze HP die is vol, maar onze FP die is waardeloos. Ik zou die ene kunnen gebruiken, maar... Ah, dan ligt Koeps weer op de grond. Doen jullie echt weinig damage zo? Dat is niet echt handig. Auw.
Koops, kom je nog? Oké, weet je wat? We gaan gewoon Speedreader even gebruiken. Ik bedoel, dan krijgen we toch onze FP. En het nadeel inderdaad van Koops is dat hij dus als hij een airbone aanval krijgt, dat hij dus op de grond valt. Dat is zeker heel erg vervelend. Hij moet iets. Nee, ik wil geen poison mushrooms. We willen de FP's hebben. De HP is nou... Ja, voor Koops. Nou, die zit ondertussen denk ik alweer op full AP, dus... Ik denk dat we goed... Nee, die wil ik niet hebben. Oké. Nog een FP. Heel nice. 776. Dat is een beetje het gemiddelde. Dat is zeker heel erg goed. Ah, kom op. Ik ken jullie supergarden. Dank je. Zo moeilijk is dat niet. Het nadeel is... Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik kan ze allebei wel op de grond gooien, maar dat schiet niet echt op, dus... Laat de FP even bewaren en gewoon heel eventjes een Sheltos doen. En ik weet dat het handig zou zijn als we ze kunnen tellen om te zien hoeveel HP dat ze hebben. Maar aan de andere kant kunnen we goed superguarden. En kunnen we dit in onze advantage gebruiken om het een beetje spannend te maken? Ik bedoel, waarom ook niet? En we krijgen er 10 starpoints voor, dus onze level die zal binnenkort wel omhoog gaan. Daar ben ik zeker heel erg blij om. Nou, misschien is het niet zo slim geweest om al gelijk te zeggen van... Ja, we gooien die jump badge erin. Maar aan de andere kant, we doen goede damage. Dus het is echt een beetje zoeken van hoe gaan we dit aanpassen. Kijk, bijvoorbeeld voor deze battle... Ja, ik ga nu echt eventjes de jump badge uitzetten, want... Het wordt nu een beetje te gevaarlijk. Ook al is het 1 damage, het wordt nou een beetje te gevaarlijk. Oké, de jump band badge, die gaat uit. En dan moet er weer iets aan. En ik weet niet wat het is. En ik heb weinig FP, want ik wil deze eigenlijk uit. Maar die staat al de hele tijd aan. Wat doe ik nu verkeerd? Fire drive, die is heel erg goed. Oh ja, Quakehammer. Quakehammer moeten we hier echt zeker voor hebben. Maar ja, aan de andere kant... Nee, wil jij nou niet raken? Aan de andere kant kunnen we nou ook eventjes dan... Nee, ik wil jou niet raken. Geef... Oké. Party. Kunnen we deze toch heel eventjes tellen? Ik bedoel, we kunnen onze hamer weer gebruiken. En het is best wel gunstig nu. Want we kunnen hun in één keer op de grond gooien. Dus... Ja, of ik gebruik gewoon Earth Rammer. Dat kan natuurlijk ook. Maar volgens mij zijn dit de charge variaties. En die zijn dangerous. Hoeveel HP hebben die kringen eigenlijk? Dat wil ik eigenlijk bij deze toch wel eventjes weten. Just in case. Floink. Hyperkleft. Hyper. Ah, ze hebben maar 4. Oké, attack is 3 en defense is 3. Maar ze kunnen chargen en dan kunnen ze dus met 9 aanvallen. En dat is heel erg pijnlijk. En dat kan instant game over zijn. En dat is me vaak zo gebeurd. En daarom spreek ik uit ervaring. Goed. Ja, doe maar Earth Rammer. Nok ze uit. In één klap. Boom. Weg. Tenminste, als ik het goed doe. Volgens mij is elke gauge die je doet, of elk balkje, laat ik het zo zeggen. Want ik probeer het Engels uit te spreken, wat me dus totaal niet lukt. Omdat ik dus totaal erin faal en dat ik me eigenlijk totaal verschut zet daarmee. Maar volgens mij is elk balkje een extra attack damage die je dus doet. En natuurlijk een extra hoge earthquake dat je ook flying enemies zou raken. Want volgens mij als je de eerste balk al gelijk faalt, doet hij maar 2 damage aan alle vijanden die dus echt op de grond zitten. En vliegende vijanden zal hij dus niet raken. En voor elk balkje die je dus erbij vult, doet hij 1 damage meer en gaat, dat, ja, gaat de vloer iets hoger. Dus ik dacht dat het zo werkte. Tenminste, daar ga ik wel vanuit, want zo werkt het toch? Toch? Of is mijn leven gewoon een leugen? Ik weet het niet meer. En het zou eigenlijk nou ook best wel fijn zijn om die skipgas tegen te komen. Maar aan de andere kant krijgen we nu een enorme lading XP. Hoi, ik wil op jou... Hoi. Waarom heb ik een vertraging in de lucht? Waarom define ik gravity op het moment dat ik dat doe? Dankjewel. Battles. Oh, Blue Koopas. Die kennen we nog wel. Nou ja, eigenlijk was het best wel zinloos om die gasten te doen. Die gasten die wil je in één klap neerhalen. Dus ik denk dat ik heel eventjes nou de... Ja, ik wil niet dat jij aanvalt. Kunnen we rustig even tellen. Tot we nou 2 luchtaanvallers hebben, dat is op zich niet zo erg. En ja, we hebben dan die ene power niet meer. Buzzy Beetle, het is cute. Heeft 5 HP, aanval is 3 en defense is 4. Behalve als ze op de rug liggen, dan hebben ze geen defense meer. En ja, ze zijn immuun tegen vuur. Dus gewoon erop blijven springen. Superguard, heel erg mooi. Dat is jammer dat ik die mis met de Superguard. Het grappige is namelijk, als ik deze nou zou raken, dan doe ik nu 3 damage. Oh, ik vergeet één ding. Oké, die moeten we nu echt neerhalen. Die moeten we nu echt heel erg snel neerhalen.
Ik was vergeten dat we die extra damage niet meer hadden van de Jumpman. Auw. Dank je voor de superguard. Ik bedoel, deze blauwe gasten die hebben we al verslagen in de Glitzpit. En Beedles eigenlijk ook, maar die heb ik nooit eigenlijk getaddeld. Ik doe eventjes een Beedle neerhalen. Beedles die zijn niet zo erg gevaarlijk, dus... Kunnen die anderen eigenlijk ook al een beetje damage doen? Oh, nou krijgen we defense boost. Ook altijd handig. Dus. En veel te vroeg met superguard. We kunnen jou wel neerhalen. En hopelijk dat we de Beedles dan kunnen superguarden. En dan winnen we. Dat zal eigenlijk best wel fijn zijn. Plus als we de bonus krijgen, dan krijgen we ook nog eens een keertje een bingo. En dat was een hele slechte timing. En de bingo die krijg je alleen maar als je dus een hele goede aanval doet. Oh, faal. Het enige nadeel is, we krijgen nog geen bingo opportunity, want we winnen. Ik heb de HP nodig. Het is eigenlijk best wel dangerous, aangezien dat we nog maar 8 HP hebben. Oeps. Maar ja, we krijgen een FP terug. Ik denk dat het in de volgende beurt dat ik weer eventjes... of we gebruiken gewoon een mushroom, omdat die heb ik ook. Nee, zo... Oeh, ik wou jou slaan met de hamer, omdat als we op jou springen hebben we nog een probleem. Auw. Dit is een heel groot probleem! Ja, het probleem is deze blauwe die moet weg neerhalen in verband met die item die hij heeft. En ik vertrouw me eigenlijk totaal niet met de multibonk. Dus daarom heb ik dingen ook even nou... daarom heb ik Goombella ook voorgegooid. Goombella die neemt nou heel eventjes de damage op. Dus poep. Superguard, heel erg nice. En die mis ik helaas. 4 damage, dat doet best wel pijn. We kunnen je op de rug leggen, want jij kan niet aanvallen op het moment dat je op de rug ligt. Blauwe as op de rug liggen, dan doen ze een super aanval en dan is dat super dodelijk. Sweet Reach! Klinkt een beetje als retreat. En als in terugtrekken, het wordt gevaarlijk. Oké. Heel mooi ertussenin. Liever 1 HP'tje laten skippen in plaats van Poison Shrooms pakken, want ja, Poison Shrooms die wil niemand. De truc is eigenlijk om niet naar boven te gooien, om eigenlijk een beetje goed te zien wat er valt. Maar doe je dat, dan ja, heb je dus de kans inderdaad dat je het dus behoorlijk mispakt. Hey, we hebben 5 HP terug, 8 FP. Dat brengt ons weer bijna op ons max van de FP. Dus dat vind ik niet zo erg verkeerd. Jou weer een super guard, dat is super nice. Dank je Mario, jou wel neershotten. Nee, want die doet maar 5 damage dan. Dat is ook weer net niet genoeg. Ik weet niet waarom ik jou eigenlijk naar neerschiet. Weet je wat? Ik laat jullie die aanval zien. Ik laat jullie gewoon de aanval zien. Domste idee ooit. Ik laat jullie die aanval zien die hij zal doen. Als hij op de grond ligt. 6 damage. Dat doet pijn. Maar ik vond het toch wel even belangrijk om die heel eventjes te laten zien. Oh boy. Volgens mij had ik een livestream bij me. Heb ik überhaupt wel een livestream bij me of zit ik echt gewoon heel erg dangerous te spelen nu op het moment? Ik hoop dat ik een livestream bij me heb. Ik heb een livestream bij me, oké. Okay. Goed zo. Nee, 1 muntje weg. 1 muntje, komt niet meer terug. Oh boy. Oh, pink fuzzies, dit is problematisch. Nee. Hier wil ik koeps voor hebben. Koeps! Ik weet dat we dit het makkelijkste kunnen taddelen, maar hier willen we echt koeps voor hebben. Hoppakee, first strike. Volgens mij krijg je nou heel veel verschillende kleuren. Nee. Want volgens mij zijn dit de FP-jatters. Ze kunnen damage doen, maar volgens mij jatten ze alleen maar FP. Oké, multibounce. En koeps maakt het af met een power shell. Hoppakee. En nou vond ik het heel erg leuk vinden als ik de bonus krijg. Tuurlijk krijg ik de bonus niet. Maar we gaan level up. Who cares? Ik bedoel, we zitten nu op very dangerous terrein. En op zich gaat het heel erg goed. Tenminste, gelukkig gaat het heel erg goed.
Maar we zitten heel erg laag met HP, dus laten we toch nog maar die HP erbij gooien. Ik bedoel, ik heb net badge points gedaan en ik zeg van, ja, kom, pak de HP erbij, bla 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 bla. En dan pak ik de HP niet, dan pak ik een andere badge. Zo lopen sommige dingen, dus niet handig. Ik moet wel zeggen, ik heb de Quake badge nou wel geëquipt, maar ik heb hem nog steeds niet gebruikt. Ach ja, hoi. Ah, trouwens, we hebben jullie al geteld. Nee! Oké, ik heb wel Oké, phew. Ik dacht ook eerder de grond zou raken. Parabeedles, eigenlijk heel erg simpel. We zouden ze kunnen taddelen, maar het schiet niet op. Als we de Parabeedles zouden taddelen, ja, als ze hem op de grond liggen, dan zijn ze weer gewone beedles. En ja, dan telt het ook weer als gewoon beedles, dus... Er is geen punt om hun eigenlijk nog een keer te taddelen als ze in de lucht zitten, omdat het alleen maar para dan genoemd wordt. Verlies je niet je vleugels als je een superguard hebt? En waarom probeer ik dat een superguard, omdat anders lig je op de grond en het is niet echt heel erg handig? Nou ja, we kunnen nou in ieder geval heel eventjes zeggen dat we gewoon de shuttles doen en de FP bewaren totdat het echt nodig is, voordat het gevaarlijk wordt. Oh ja, je hebt een defense van 4, dat was ik helemaal vergeten. Nou ja, dan superguard weer gewoon, dan ben je ook dood. Doei! We krijgen er toch nog steeds een enorme boost van starpoints van, wat je dus onder in de hoek kan zien. En dat is eigenlijk alleen maar gunstig. Ja, doe maar een attack. Yay, boom! Oké, we krijgen een verdubbeling van starpoints. Ik had ze liever in de vorige beurt gehad, maar nu krijgen we hem weer. Nou ja, eigenlijk het grappige is, op het moment dat je de max van deze bonus krijgt... en je zit over de 50 starpoints die je krijgt... dus wat wij net hadden, bijvoorbeeld 60... dan zal de verdubbeling niet zeggen 120. Dan zegt de verdubbeling 100, want er is een cap, helaas. Dat is best wel jammer, maar er is inderdaad wel een cap. Oké, jou wil ik raken met de hamer. En jullie willen we totaal geen tijd geven om adem te halen. Want jullie zijn gevaarlijk. Zeker met die item die je daar hebt. Dat is de dodge flag. Op het moment dat ze die hebben, hebben ze nog een grote kans dat ze dus gedodged worden. Nee, ik wil niet de superhammer. Ik wil eigenlijk de quakehammer. En ik ken die andere pedel niet op de grond gooien. Jammer dat we nou niet eigenlijk krijgen tot de achtergrond naar beneden valt. En oh boy. Dit is niet gunstig. Dit is niet gunstig. Dit kan heel gevaarlijk gaan worden. Oké. Goed zo. Gewoon wegdrukken. Ik neem echt risico met die supercards. Maar ja, aan de andere kant. We kunnen gewoon op jou springen. En we hoeven ons nergens geen zorgen over te maken. En het publiek wordt helemaal wild. Ja! Trouwens, ik vind het wel leuk dat jullie in de reacties af en toe zitten te kijken van zit Luigi in het publiek. En nou gaat iedereen de video in één keer terug zitten te kijken in verband met kijken of ze Luigi ergens in hebben kunnen vinden. En die gaan nou allemaal tijdcodes neerzetten van Luigi zit in het publiek! En daar zit Luigi in het publiek! En daar zit Luigi in het publiek! Als jullie dat echt serieus gaan doen, dankjewel. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker de video kijken, jongens. Is veel leuker. Hoi. Dit is eigenlijk zinloos. Ik ken het zo goed beter, maar gewoon op jou springen. Hoi. Ik bedoel, ik doe je toch geen damage. Oh, dit is niet goed. Dit is totaal niet goed. Ik kan ervoor zorgen dat ze geen luchtaanvallen meer doen. De Power Shell heeft nog geen nut, want die andere drie, ja, die liggen daar nogal voor pampers, dus... Of, die hebben een te hoge defense, dus dat zal echt niet opschieten. Goed zo, de eerste superguard. Ken ik het nog een keer? Oké, tweede superguard. Kom op in één klap. Ah, die was net te laat. Het probleem is nou namelijk, dan moet ik een multibounce gun. En als ik me niet vergis, doet Koops 4 damage met zijn spin aanval. En daarmee zouden we dan gewonnen hebben. Het enige nadeel is, ja, we doen... Nou, net niet genoeg damage. Helaas. Die laatste overleeft het. Bij default. Maar echt serieus, kijk gewoon naar onze starpoints. We worden echt veel te overpowered. Ik bedoel, die gasten zijn nog steeds 5 punten waard. Oké, granted, als ze je raken, dan doet het toch 3 damage. En zoveel gasten achter elkaar kan best wel pijnlijk zijn, maar... Koeps, leuk dat je erop landt, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Goed. In ieder geval, we gaan wel een beetje een langere aflevering krijgen dan
normaal. Nou ja, de vorige aflevering was ook 30 minuten. Ik weet niet of we precies de 30 minuten gaan halen, maar dat weet ik natuurlijk dus niet met zekerheid te zeggen. Maar het punt is in ieder geval, wij gaan het wel gewoon afmaken zoals dat de bedoeling was. Dus we willen wel gewoon... Je hebt 8 HP, dus... We gaan gewoon naar die 50 toe in deze aflevering. Punt. Gewoon doen. Met een beetje geluk superguarden we die eerste. Nou, bingo was toch zinloos. Een kamer vol met Goomba superguard. Yay. Oké, we zitten safe. We zitten nu zeker safe. Eigenlijk best wel grappig hoe dat deze koepers bijna geen ene starpoints opgeven, maar die Beatles juist enorm veel starpoints opgeven. Ik bedoel, die Beatles die geven er 5 en deze die geven er maar 2. Zelfs die purple koepers die we dus zagen, die geven er ook maar 2. En niet vergeten, op het moment dat die blauwe op de rug liggen, doen ze je allemaal, dus alle party members gewoon 6 damage. Kom eens, wanneer leer jij die ability als je op de rug ligt? Serieus, leg gewoon die aanval. En he, ik was al bang dat ik het dus niet zou uit kunnen leggen. Maar dit is vloer nummer 40, de Pity Flower van Mario Takes Damage. Hebben we de kans dat we 1 FP zullen over... Ja, dat we die terug zouden krijgen. Enigste nadeel is, dan kun je beter de slow FP hebben. Want dan heb je gegarandeerd elke beurt iets. Deze gast hier, die kom je tegen. En hoe dieper dat je komt, hoe duurder dat die wordt. 1 Mushroom voor 25, Super Shroom voor 75. Fire Flower voor 50, Thunder Rage voor 100. Hoe dieper dat je komt... Hoe duurder dat die wordt. In ieder geval, zoals ik al zei, we gaan tot vloer 50 en we zitten nu op vloer 40. Dus, 10 vloers nog te gaan. Ik heb geloven, want ik geloof... Mime kan er veel beter dan ik. Nee. Jij zal mij niet zomaar in één keer vierst... Oh boy. Komen al die beesten tegen. Dit is een probleem. Dit is een heel groot probleem. Die roze bom. Hij ontsteekt zijn lont. Op het moment. Ik heb FP nodig. Op het moment dat hij ontploft, doet hij best wel veel damage. Het grappige is, hij doet dan alles damage. Ik heb Sweet Treat nodig. Ik heb FP nodig. Dit is dangerous. Oh boy. Waarom heb ik mijn FP niet in de gaten gehouden? In ieder geval, die roze bommen die kunnen ons een enorme lading met experience geven. Dus die willen we zeker neerhalen. Nou ja, neerhalen zal die... Ah, daar gaat weer 1 FP. Dit is een hele slechte ronde. Dit is een hele, hele slechte pijnlijke ronde. Nou ja, we hebben toch weer 5 FP. Dan kan ik die aanval weer 2 keer doen. Ik had Earthram ook kunnen doen, maar... Ze zijn al neer. Die roze bommen die zijn heel erg handig. Zeker als je dus een vuuraanval tegen zo'n bom gebruikt, dan ontploft hij gelijk. Doet alle schade ook nog eens een keertje tegen anderen. Volgens mij doet hij 4 damage aan alles. Of 6 damage, 1 van die 2. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd. Zullen we zeker nog wel ergens een keertje tegen gaan komen. Hoi, mag ik rustig op jou springen? En ze zijn heel erg langzaam. Oh boy. Waarom komen er nou zoveel gevaarlijke vijanden tegen? En dat is een heel groot probleem. Een Spiny Koopa. Of een Spiny Beetle. Spiny Beetles, daar kunnen we niks tegen, want die vliegen en daar kunnen we niet op springen. Dus dat de enigste optie die we hebben is Earth Tremor. Of een item. Mocht je nou in zo'n situatie zitten, dat het enigste wat je dan zou kunnen doen... Ik moet heel even concentreren. En je hebt niet genoeg star power, is... Hoop op het beste. Appeal, appeal. Dodge, dodge. Appeal, appeal. En hopen dat je weer heel erg snel genoeg power hebt om dus die 6 damage te kunnen doen aan zo'n vijand. En als ik me niet vergis, krijgen we hier ook weer een enorme lading van starpoints van. Poef, please ga neer. Oké, gelukkig. En we mogen nog een aanval doen ook. Please ga neer, want jij kan ons poisonen, daar ben ik geen fan van. Dank je! Oh, that's the bullet. Bill. I want it. Wacht eventjes. Had ik niet een...
recovery. Oké, we hebben een subshroom. Ik vind het eigenlijk best wel grappig, ondanks dat we nog maar 4 HP hadden, weigerde ik om een shroom te gebruiken. Ik denk dat dat het punt is dat ik... Oh, oké, we hebben bubbels. Oh boy. Oh boy, en hij heeft ook nog eens een keertje zo'n ding waardoor dat hij... Oh, dit is zo niet gunstig. En ik heb niet genoeg... Thunder Rage! Oh boy. Het was maar 3 damage. Het deed precies wat er nodig was. Ik wist niet dat Lightning hem ook al gelijk zou ontsteken eigenlijk. Maar dat doet het dus wel. Maar hij had een zo'n vuurbubbel. Die had ja een extreem grote zo'n power boost. En dat wil je absoluut niet hebben op dit punt. In ieder geval level up. Het is tijd om 20 FP daadwerkelijk 20 FP te gaan maken. En dat wordt dus nu 25 FP in verband met de badge points die we dus nog hebben. Zeker niet verkeerd om te hebben. Ik bedoel, qua HP zitten we nu best wel goed, aangezien dat we veel kunnen dodgen. Normaal gesproken raad ik eigenlijk altijd aan om op het einde op de game toch wel iets van 50 HP te hebben of zo. Waarom eigenlijk? Ik zou niet weten waarom. Maar we zitten dus nu op een punt dat we enorm veel levels gaan halen. En Koops, jij doet op het moment meer damage denk ik als de hamer, dus doe iets. Oh boy, heb ik genoeg? Oh, we hebben een level up gehad. We hebben genoeg. Earthrammer. Ah, daar ben ik zo blij mee dat we de level up hebben gehad. Dit is echt kantje boord geweest. Parabeedles met een point erop. Die hebben dan weer een speciale pointy parabeedle of zoiets. Weet ik hoe dat ze heten. Dat is creepy. Net hoe donker dat het eigenlijk nou wel is. Ik bedoel serieus, het is nog steeds zomer. Zomer is tot 21 september. Al vind ik het niet erg als we ook dadelijk de herfst zouden krijgen. Herfst is een van mijn favoriete seizoenen. Dat is gezellig. Zo, 20 star points in één keer. Ondanks dat we net een level up hebben gehad, krijgen we ik weet niet hoeveel experience nog steeds. En dit is ook de reden waarom dat ik niet helemaal doorga naar 100. Ik wil niet te overpowered zijn voor de rest van de serie. Oké, je attack gaat niet omhoog en je defense gaat niet omhoog, maar... Daar! Waarom doe ik dat nou? Oh, ik waarschuwde jullie ervoor en nou doe ik het zelf. Dat was niet slim. En nee, we komen weer niet zoveel tegen. En het punt is, het werkt ook niet als we daarbij bijvoorbeeld... dingen pak krijgen. En nog een blikje. Ik heb een telefoontje. Ach ja, in ieder geval door die knip heb ik een excuus gekregen om ook nog eens een keertje heel die Earthrammer te kunnen skippen. Zodat we toch een beetje voortmaken en een beetje sneller. En we krijgen toch weer 10 points. Het enige nadeel is, komen we nou weer die vijand tegen, dan hebben we de volgende ronde een heel groot probleem. Want ik heb geen star points meer. En ik heb geen manier om die vijanden neer te halen. Oké, het is een paar scoop. Oké. Dan moeten we het zeker doen van Stylus. Kom eens hier. Auw. Gelukkig weet ik hoe ik moet superguarden. De eerste die we neer willen halen is die bom. Ook al heeft dat beest daar een Fireflower. We willen die bom neerhalen. ASAP. Die hebben een hele grote defense. Die zijn heel moeilijk neer te halen. En dan blazen ze zichzelf uiteindelijk op. Maar... Oké, hij gebruikt zijn aanval niet, wat ik eigenlijk best wel apart vind. Laten we maar even gauw op de grond gooien. Dan kunnen we toch een beetje aanvallen. Plus, we doen nu een beetje tijd verdrijven, doordat we dus toch onze sterkpoints omhoog kunnen gooien. En dit is eigenlijk best wel gezellig dat het bij ons gebeurt. Oké, hij mist. Goed zo. Maar ja, dan hebben wij ook de kans dat wij missen. Wat we dus ook doen. En is het ook nog eens een keertje moeilijker om dus te gaan kijken of we Stylus kunnen doen of niet. En hij mist weer gelukkig. Oké, de mist is nu weg. Dat is alleen maar gunstig. Maar het is dus ook moeilijk om in te schatten. Kun je nou de Stylus gaan doen of kun je de Stylus niet gaan doen? Want ja, je weet niet of je raakt. Dus het is heel erg moeilijk om de action commands te doen om op het juiste moment op A te drukken. Dus dat zijn echt van die hele lastige dingen waar je zeker uit wil kijken. Oké, en we drukken op A. Oké,
Oké, de eerste stylus die miste ik. En best wel jammer, want we krijgen nou de dubbele shrine. Oké, we krijgen dubbele star points. Daar ben ik best wel blij om. Maar we hebben de dubbele shrine. Nou ja, het zou alleen maar HP voor ons betekenen. Dus op zich maak ik niet zo blij. Nou ja, toch weer 16 star points. Altijd leuk. En een fireflower, nice. Oké, het is maar 3 damage die we doen. Maar het is toch weer die 3 damage die je aan iedereen kan doen. Plus, als het bommen zijn, dan hebben we nog eens een keertje het voordeel dat we dus... zoals nu. Tot we ze dus heel de boel laten exploderen. Tot ik weet niet hoeveel points dat we dan eigenlijk krijgen. Zijn het er 4? Ah, nee. Hier baal ik van, want we hebben weer zo'n... Ah, weer een Earthrammer. Ik bedoel, het is handig om Earthrammer te kunnen doen, omdat het alles aanvalt en alles damage doet en dan... Ja, geef ons FP! En ik zal het jullie eens besparen, maar Luigi zit in beeld! Die zit op de achterste rij. In ieder geval, ja, ik dacht bij mij, ik bespaar jullie dan wel heel eventjes het gezeven van... waarom gebruikte ik daar de FP aanval? Dat was nergens voor nodig. Nee, maar Earthrammer, het is een handige aanval, maar het duurt gewoon elke keer veel te lang. Oké, ik ga niet op het bordje kijken. Wanneer komen we bij de relief? Is dit vloer 50? Zijn we er snel doorheen gegaan? Nee, we krijgen weer... Oh boy. That burning feeling! Het nadeel is, we kunnen hier geen kweekhemmer bij gebruiken in verband met... Ja... Het probleem is, kweekhemmer dat raakt er niet, want het zijn een soort van vliegvijanden. Dus dat heeft geen effect. Ik zou even voor Earthrammer kunnen gaan, maar hier is dat niet echt nodig. Ik bedoel, we kunnen Power Shell gebruiken. En dan zien we een keertje die flaming bubbles een keertje aanvallen. En de bom is al gelukkig neer. Oh boy, poisoned. Dit gaat heel erg snel de verkeerde kant op. En extra poison damage. Ouch. Sweet Treat zou ik kunnen gebruiken. En dan gewoon hem neer kunnen halen met... Ja, we gaan gewoon voor Sweet Treat. Wat een lange aflevering! Dat is de pit of 100 trials. Nou ja, eigenlijk de pit of 50 trials, zoals ik al zei. De pit of 50 trials. En natuurlijk raak ik weer de poison schroom die ik niet wil raken, omdat er dan FP naar beneden valt. Jou kan ik missen. Goed zo. Maar nou is wel het punt. Wanneer doen we dus die... Oké, die laatste die wou ik gewoon voor de grap raken, omdat ik vergiftigd ben. De laatste, de andere 50, die gaan we dus doen op het moment dat we daar echt klaar voor zijn. Want ja, de vijanden worden echt alleen nog maar gevaarlijker en gevaarlijker. Daar zijn we echt nog niet klaar voor. 21 star points, nice. Maar als we dan die pit of 100 trials gaan doen, dan skip ik wel de eerste 50, omdat... Hé, die hebben we al gezien. Die hebben we al in deze aflevering gezien. En dan zal ik dat ook zeker aankondigen. Dus toekomstig, ik houd er wel rekening mee. En dan zo niet, krijgt een ruzie met mij. Die op het matje komen. Hammer! Nou, op zich is deze heel erg gunstig. Ik bedoel, ik kan hem al een first strike geven. Dit is een battle die snel voorbij is. Ik bedoel, we geven hem een hamer. Beetje damage. Hem gooien we op de grond. We doen even een power spinnetje. Eigenlijk best wel grappig hoe dat je partner bijna nooit eigenlijk damage neemt van bingo's van de vijanden. Ik bedoel, met Mario is het echt best wel close call geweest, maar de partners... Nee. Wel eigenlijk een fun fact over de partners. Op het moment dat de partners neergaan, zouden ze wel automatisch de lifeschroom gebruiken. Maar heb je geen lifeschroom op zak en dan gaat de partner neer, dan gaat het spel nog steeds door. Dan heb je geen game over. Krijg je het probleem dat je een level up krijgt? Nee. Krijg je het probleem dat... Ja, ik denk toch dat ik naar de FP, dat we dan die badge eindelijk af kunnen gooien. Maar krijg je het probleem dat je dus Mario, dat die dus neergaat in battle? Ja, dan heb je gewoon een instant game over of je partner nou nog actief is of niet. Dus eigenlijk best wel iets waar je rekening mee wil houden. Oké, kan ik al eventjes naar mijn badges, want ik wil dus heel eventjes die FP badge wil ik nu uitzetten. Badges, dank je. BP needed. Oké, eens even kijken. Wat willen we dan aanzetten? Want we hebben dus... De FP Plus, die kan dan uit. We hebben de Power Bounce, die wil ik zeker aanlaten. De Quake Hammer. Eens even kijken. Wat kunnen we... Wat wil ik hebben? De Power Smash, die is niet echt nodig. Mega Rush, Jumpman. Kunnen we er weer voor gaan?
Bedoel, we hebben de hamer. Ja, die is nodig gehad. We kunnen fire drive doen. Dat zal die bommen in één keer afzetten. Plus, het doet veel damage. Nou, we hebben de kweekhammer daar eigenlijk al voor. Zap-tap, die is heel erg handig. Want dan, kunnen we, dan zijn we immuun voor. HP plus P. Ja, zoals ik al zei, dat is eigenlijk niet nodig. Ik denk dat ik de Zap-tap badge voor nu even aanzet. Ik bedoel, die is zeker heel erg handig. Geeft extra schokkende damage aan de vijanden die ons aanvallen. Maar we zitten al op vloer 50, dus eigenlijk is dat helemaal zinloos. Oké, dit is de reden waarom ik naar 50 wil gaan. We winnen een Strange Sack. De Strange Sack zorgt ervoor dat we 20 items kunnen dragen in plaats van 10. En dat zorgt dus voor een verdubbeling. En dan zou ik kunnen zeggen van kom, wees eens een man. Ga door naar die 60. Nee, mochten we dat halen worden we veel te overpowered en daar heb ik eigenlijk weinig zin in. En we zijn netjes afgesloten met een level up. Dus ik vind eigenlijk dat we het wel goed gedaan hebben. Denk je er nou anders over? Heb je de leukste momenten? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor deze aflevering als je daar tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Dank voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei!